Laten we ter zake komen. Dat is een programma van de WRT. Hoe blijft een mens jong en hip gelijk jij? Mentaal ben ik een 8-jarige wel een beetje op mijn leeftijd vooruit. Maar een mens blijft hip en soepel door iedere dag, al was het 2 minuutjes, op zijn hoofd te gaan staan. Tot 4 maanden geleden kon ik dat, maar dan heeft mijn hondje van 25 kilo, mijn herderzonde, Blondie, die heeft mij omver getrokken en ik heb een gebarsten heup. Maar dat herstelt met de tijd. Nu loop ik nog met een stok, niet met een wandelstok, hè, met een gewone stok van een boom, hè, met een tak. Het zijn de alpekers die met wandelstokken lopen en die petanque spelen. Schandalig. Ik vind dat ook. Een wandelstok, dat is een schandalig signum voor de mensen die het niet nodig hebben. Mij heeft men gezegd, ik heb een wandelstok nodig. De dokter heeft gezegd, je moet steunen op iets tegenover die gebarsten heup. Wel ja, ik steun op een boomtak. Ik heb 10 vragen voor u over jongerentaal. Okay. En we zullen zien hoe jong je eigenlijk bent. Het woord is cringe. Cringe. Geschreven als kringen met een C. Ja. Is dat plaatsvervangende schaamte? Is dat stiekem gevoelens krijgen voor iemand? Of is dat boos worden om wat iemand zegt? Ik denk dat dat iets met gevoelens te maken heeft. Ik zou pakken de gevoelens. Cringe. Dat je gevoelens krijgt voor iemand. Ja. Het is fout. Och ja, tuurlijk. Oké, het woord awkward. Awkward, ja. Awkward is vervelend, ongemakkelijk of dom. Als het vervelend is, is het altijd ongemakkelijk. En wie zich ongemakkelijk daardoor voelt, die is dom. Maar awkward is geen Nederlands woord. Hè. Het is jongerentaal. Ik heb dat al veel gebruik gehoord. Ik zou denken, vervelend. Het is nog steeds fout. Och ja. Hoeveel vragen heb je zo? 10 in totaal. Zeg mij als je aan de 10e bent. Een thriftshop, is dat een tweedehandswinkel, een autowinkel of een viswinkel? Een stripshop. Thrift, een tweedehandswinkel, een autowinkel of een viswinkel? Ah, als het stinkt is het een viswinkel. Niemand zegt dat het stinkt. Dat woord stinkt, dus ik zou zeggen een viswinkel. Oké. Weer al miszeker? Het woord kap, C-A-P, betekent dat juist, niet juist of misschien? Kap, C-A-P. Ja. Als je daar een E bij zet, dan kun je daar rond je schouder doen, dan heb je warm. En wat is de multiple choice? Just, niet just of peut-être. Just, niet just of peut-être. Ik zou zeggen peut-être, dat is ook een vreemd woord. Wat is een fit? Fit. F-I-T. Is dat een leuk liedje? Is dat een lek in uw fietsband? Of is dat een outfit? Afkorting voor een outfit. Ah ja. Kom nu uw merch. Het ligt te kort bij outfit, dus ik zou zeggen een leuk liedje. Leuk. Damn. De uitspraak is iemand cancelen. Ja, cancelcultuur, dat ken ik natuurlijk. Hè. Is dat iemand ophemelen? Is dat verliefd worden op iemand? Dat is ostracisme. Dat is iemand sociaal mond doodmaken. Ausgradieren in het Duits. Je weet duidelijk wat het is, dus ik zal het juist pakken. Natuurlijk cancelen. Ostraciseren, eigenlijk. Het woord sus, gelijk uw bompas, sus. Sus. Is dat verdacht, lelijk of opwindend? Amen, een bompas zussen, die was opwindend. Die ging met mij in de hoerenbuurt wandelen. Maar dan mocht ik niks aan mijn bomma zeggen. Dus ik zou zeggen, opwindend. Want als je in die buurt wandelt, dan zijn er dames die zeggen, je te sus. Maar dan moet je wel 100 euro geven. Oké, opwindend dan, hè. Ja, oké. Het woord is simp. Weet je wat een simp is? Sympathiek. Afkorting van, dat weet ik niet. Oké, de mogelijkheden zijn een drankje met vodka. Is een simp een dommerik? Of is een simp iemand die te veel doet voor iemand waar hij gevoelens voor heeft? Ah, ik zou zeggen, een dommerik die te veel doet voor iemand voor wie hij gevoelens heeft. Je moet één van de twee kiezen. Maar je bent toch een dommerik als je te veel doet voor iemand voor wie je gevoelens hebt? Ja, het is waar. Nou, wel, dan neem ik dat eerste. Wat was dat? Een drankje op basis van vodka. Mijn drankje op basis van vodka is Lumumba. Dat is... Vodka met CCML. Ja, ik zou dat nemen. Okay. Als ik nog op café ga, zal ik zeggen voor mij een 0,5 liter sim. Jij hebt graag een sim. Ah, ja. Ik zal het zeggen dan aan Lix. Ja.
De uitspraak is, die visa was lit. Ja. Dat feestje was leuk, dat meisje was mooi, die vrouw was zwanger. De visa was lit. Ah, dat is, die vrouw is zwanger, hè. Want ze wordt zwanger door het mannelijk lid. Ja. Behalve als er fissuren in zijn, waardoor het zaad langs de kant spuit. Dan wordt ze niet zwanger, maar ik zou dat zwanger nemen. Heeft het lid dan een fit? Hele goede woordspeling, Kaar. Een lid met een fit. Oké, dus de vrouw was zwanger. Ja. De laatste vraag. Het woord is doop. D-O-P-E. Doop, ja. Een christelijk woord. Wil dat zeggen saai? Wil dat zeggen gaaf? Wil dat zeggen interessant? Ik zou zeggen saai. En weet waarom ik dat zou zeggen? Ik zal het u verklaren als gezegd wat mijn uitslag eigenlijk is. Ja, het is 1 op 10. Bewijs dat jongerentaal ten eerste geen blijver is, want dat verandert om de zoveel maanden. Voor een jongere van 12 jaar is een jongere van 13, dat is een oude PL. Dat bewijst nog eens dat jongerentaal dom en artificieel is. Zeker geen blijver, behalve cancelen. De cancelcultuur, die hoort bij de wolk. Zou het kunnen dat jij niet meer zo hip bent als ooit? Ik ben nooit in mijn tijd, bestond dat ook. We gebruikten de Gnot in. Dat was de Provo-taal in Amsterdam. Die organiseerde Gnot ins. Een feest waar men Gnot maakt. Eigenlijk een feest waar er zedeloze dingen gebeurden. Dat heette een Gnot in. Woorden die de jeugd nu niet meer kent, dat heeft niks met hip te maken. Dat heeft eigenlijk te maken met mensen die zich interessant willen maken door nieuwe woorden, neologismen, uit te vinden. Het zijn bijna allemaal anglicismen. Van al die woorden die je opgezond hebt, zal er maar één het woordenboek halen, dat is de cancelcultuur. Cancelen. Dat geraakt in onze taal ingeburgerd als neologisme, als barbarisme eigenlijk. Want iemand cancelen is eigenlijk barbaars. Jij hebt er ervaring mee. Mij kan dat geen reet schelen. Want aan de mensen die mij dat zouden verwijten of die mij zouden trachten te cancelen, dan zeg ik, ik ben het spuugzat. Dus mijn ballen en mijn gat. Dr. Joseph is een poëet, zoals u weet. Dank u wel voor uw mening over jongerentaal. En ik hoop dat je geniet van uw ene punt. Absoluut.